In mijn vorige Periscope video gaf ik je allerlei basic tips en tricks, een soort how-to Periscope. In deze video een guide voor bedrijven met inspirerende Nederlandse Periscope voorbeelden. Er zijn verschillende psychologische redenen waarom wij mensen aangetrokken zijn tot video. Onze hersenen gebruiken gezichten en stemmen om reguliere informatie om te zetten in betekenisvolle en bruikbare informatie. Video, en dan vooral livestream, is de meest persoonlijke manier om wat van jezelf te laten zien op internet. Je kan je niet verstoppen achter Photoshop of een labtekst. En de directheid van het medium en interactie voegen onvoorspelbare en aandachttrekkende elementen toe die eigenlijk nergens anders te vinden zijn. Ja, ik geloof echt dat livestreamen het social media landschap compleet kan veranderen. En vooral nu, omdat het nog nooit zo makkelijk is geweest. Met livestreamen kan jij je kijkers echt meenemen naar het hier en nu. En dat is bijvoorbeeld super handig met de event. Niet iedereen kan altijd komen, maar dat betekent niet dat mensen je event hoeven te missen. Van Jan Roelofsen kreeg ik de tip om Tom Coronel te volgen. Hij laat je bijvoorbeeld behind the scenes zien van zijn in the karting events. Je kunt ook bijvoorbeeld talks en presentaties livestreamen en je Twitter community betrekken door een bepaalde hashtag te gebruiken. Of lanceer je bijvoorbeeld een nieuw product, integreer dan ook een livestream. En doe dat dan op een persoonlijke manier. Dus sta dan zelf voor de camera, maak het niet te professioneel en niet te stijf. En laat het product echt zien alsof de kijkers bij jou zijn en het product bijna kunnen aanraken. Dus gebruik heel veel close-ups. Laat verschillende hoeken, verschillende kanten zien. Laat zien hoe je het product kan gebruiken. En doe net alsof de kijker gewoon letterlijk naast jou staat. Nou, de Q&A kennen we natuurlijk allemaal. Maar wat dacht je van een live vragenkwartiertje? Waarin de vragen dus direct, real-time, naar je toe komen. Dat is een hele transparante, een hele persoonlijke manier om je doelgroep te betrekken bij wat je doet. Iemand die het erg leuk doet op Periscope, ook met Q&A's, is Michelle Sparreboom. Een inspirerende dame die met haar 30 dagen Periscope ontzettend interactief en creatief communiceert met haar volgers. Elke dag is ze live, met de ene dag een boekreview, de andere dag een leuk interview, een inspirerende talk of een vragenkwartiertje. Dan bewaart ze de scopes en posten ze later op bijvoorbeeld Facebook en andere social media. Erg handig, want dan blijft je content leven. Ja, een livestream hoeft dus niet helemaal over te zijn zodra jij uit de lucht bent. Sla hem op en hergebruik hem op andere social media. Zet hem op YouTube, plaats hem op Facebook. Zo blijft jouw video leven en kun je blijven communiceren met je doelgroep. Geef je klanten een exclusieve deal of promotie via een Periscope stream, die klanten dus alleen kunnen krijgen als ze de livestream zien. Net als bij andere sociale netwerken kun je op zo'n manier je publiek echt bouwen. Van Wilco Huisman kreeg ik de tip om Giel van 3FM te volgen op Periscope. Giel is echt op online video en livestreamen gesprongen. Hij laat vaak behind the scenes scènes zien van bijvoorbeeld muziekoptredens en geeft zo eigenlijk een hele andere en directe kijk in zijn eigen keuken. Hebben jouw volgers nou bepaalde vragen die jij heel vaak terug ziet komen? Dan is het misschien een idee om daaromheen livestreams te maken. Je zou dan zelfs kunnen denken aan een livestream elke week, bijvoorbeeld op een bepaalde dag van de week, noem het Tip Tuesday. En dan elke dinsdag zend jij een vraag met natuurlijk een antwoord uit. Op die manier heb je ook een beetje structuur en weten je volgers wat ze kunnen verwachten. En dan nog een aantal praktische tips voordat je echt gaat scopen. Ten eerste, wees persoonlijk. Dat kan bijna niet anders met je mobieltje zo vlak voor je neus. Maar probeer niet te stijf te zijn. Wees niet een bedrijf of een merk, maar wees juist jezelf. Ten tweede, reageer op reacties. Dit is juist het leuke aan Periscope. Er wordt constant gereageerd, mensen stellen vragen, reageren op wat jij doet. Dus reageer dan daar meteen live op terug. Als kijkers het leuk vinden wat jij op dat moment doet of wat jij op dat moment te zeggen hebt, dan zie je hartjes verschijnen en kun je daar meteen op inspelen. Daar nog wat meer over zeggen of wat meer daarmee doen. De zoekfunctie Periscope is helaas op dit moment nog erg beperkt. Wel kun je op Twitter zoeken met de hashtag Periscope. Zoek bijvoorbeeld op Sail Amsterdam in combinatie met Periscope en dan kom je vanzelf
livestreams tegen. Nou, het zou zonde zijn als jij een heel leuk verhaal houdt live voor een publiek van nul. Dus tenslotte een paar tips om jouw livestream gevonden te laten worden. Kondig de livestream een aantal keren van tevoren aan op je andere social media kanalen. Zet de Twitter postknop aan, zodat je livestream meteen aangekondigd wordt op Twitter, zodra je live bent. Gebruik een pakkende titel met woorden waar veel op gezocht wordt. Deel de link van je livestream op andere social media. En zodra je livestream over is, hoeft die niet dood te zijn. Sla de video op, zet hem op Facebook, YouTube, overal waar je wilt, om je video levend te houden. Nou, ik zei het al eerder, livestreamen is nog nooit zo makkelijk, nog nooit zo goedkoop geweest. Het is echt super leuk om te doen. Er zijn natuurlijk nog wel van allerlei minpunten aan Periscope en Meerkat. We zitten echt in de startfase, maar het begin is er. Livestreamen werkt. Je kunt het nu meteen doen. Het is persoonlijk, het is echt. En als je het aan mij vraagt, gaat het alleen maar groeien. Wat denk jij? Is livestreamen, is dat nou de toekomst? En heb jij al eens gescoopt? Ik hoor het graag. Laat een reactie achter. Doeg! Maar het is super gaaf en ook nog eens heel erg makkelijk. Laat het je zien. Nou, als je Periscope opent op je mobiel, dan zie je hier onderin het cameraatje. Als je daarop klikt, dan ben je eigenlijk meteen